minister. Ja, volgens mij, voorzitter, was het coalitieakkoord geschreven voordat we deze energiecrisis kregen, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. We hebben als kabinet een aantal extra maatregelen genomen om mensen in Nederland zo goed mogelijk financieel te ondersteunen. En ik heb daarvan ook aan het begin gezegd dat het ons niet lukt om alle sportverenigingen per definitie overeind te houden. Ik heb zo goed mogelijk vinger aan de pols gehouden. We hebben daar ook vanuit het Melier rondgang hebben we daar informatie over. We hebben informatie vanuit NOC, NSF en vanuit de KNVB ook. Bijvoorbeeld de KNVB meldt mij ook dat ze concreet 1 vereniging heeft die zich bij hen gemeld heeft. Tegelijkertijd, als ik het RVB-rapport lees en ik ook daar met de heer Mohandes over spreek, dan zie je daardoorheen wel de kwetsbaarheid. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. En die zie ik echt en die urgentie onderschrijf ik ook. En daarmee zeg ik ook toe dat ik ga kijken of we dat kunnen verbeteren en die verduurzaming kunnen versnellen en ook beter en gemakkelijker kunnen ondersteunen middels, nou ja, oftewel ondersteuning aan de kant vanuit de gemeente aan de kant van de sportvereniging. Of dus kijken van kunnen we nog subsidiestromen bij elkaar brengen. En volgens mij ben ik dan precies in lijn met het coalitieakkoord bezig. Omdat we daarin gezegd hebben dat we, en ook de andere dingen, want er zijn heel veel andere onderwerpen ook in het sportakkoord 2. Waarvan we gezegd hebben we moeten dat doen omdat we gewoon een vitale sportsector nodig hebben. Om te kijken hoe we die vitale sportsector ook kunnen krijgen. En dat is niet makkelijk met deze energiecrisis, maar daar doe ik wel mijn uiterste best voor. Toch nog een vraag van mevrouw Wisterveld. Gaat u gaan? Ja, voorzitter, want af en toe vraag ik me af waar we met elkaar mee bezig zijn. En dat is breder. Als wij een debat hebben over preventie, dan zeggen alle mensen, alle Kamerleden en ook de bewindspersonen geven aan hoe belangrijk het is dat alle mensen toegang hebben tot een gezond leven. En dan worden er in dat debat allerlei potjes en nieuwe regelingen bedacht om vooral zaken als gezonde voeding, maar ook sporten toegankelijk te houden. En datzelfde doen we hier ook. En wij zijn hier natuurlijk wel gewoon de Tweede Kamer, waarin we fundamentele debatten en discussies met elkaar kunnen voeren over wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat de toegang tot sporten en bewegen, tot gezonde voeding, tot gezond blijven, voor iedereen toegankelijk blijft. En die vraag wil ik dan ook wel bij de minister neerleggen. Want we kunnen hier praten over sportakkoorden en over allerlei subsidieregelingen, over regelingen voor ook sportverenigingen om ervoor te zorgen dat zij het hoofd boven water houden. Maar wij moeten toch met elkaar, we hebben toch die verantwoordelijkheid met elkaar om te zorgen dat onze sportverenigingen overeind blijven. Om te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. En om te zorgen dat die toegang tot gezondheid niet afhangt van iemands portemonnee of van de portemonnee van iemands ouders. Minister. Ja, voorzitter, ik ben bang dat ik heel erg in herhaling ga vallen bij de vraag van mevrouw Westerveld. Want dit is precies wat we wel aan het doen zijn. Dat doen we zowel, en terecht ook dat u aanhaalt, onder de vlag van het Galenakkoord, waarbij bewegen als onderwerp heel erg naar voren is gebracht, ook verbonden aan de preventie. Nogmaals, daar is het ons gelukt om die subsidiestructuur te verbeteren, maar ook hele concrete doelstellingen met elkaar af te spreken. Bijvoorbeeld ook voor oudere doelgroepen heel veel dingen af te spreken. Als het gaat om het te zorgen dat de sport toegankelijk, voldoende veilig en ook de infrastructuur van de sporten staat, zodat er ook gesport kan worden, heb ik net al op een aantal keren proberen uit te leggen dat we juist ook de strategische verbintenis die we hebben met de grote bonden, NOC, NSF, de POS, de platform Ondernemende Sporters, is daar ook bij aangesloten. Veel mensen sporten ook via Ondernemende Sporters op dit moment. Maar ook de VNG en de VSG en ik dan vanuit het Rijk, dat we samen de handen ineen hebben geslagen om te zeggen, dit zijn de onderwerpen die we verder moeten uitwerken en waar we tempo mee moeten maken om juist te zorgen dat die structuur, die sportsector er is en ook gebruik gemaakt kan worden. En die verbijzondering zit daarin, die concretisering. Dus daar kom ik ook nog op terug. Ja, dank u wel. Toch nog een vraag van mevrouw Westerveld. Er komen dus nog wat antwoorden, hè? Maar gaat u gang, mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, de minister zegt dat doen we. Maar dat doen we niet.
Want sportverenigingen vallen om of hebben problemen. We weten dat ook de toegang tot sporten, dat het afhangt van iemands sportsmanier. We weten dat te weinig kinderen, en vooral de kinderen uit de wat armere milieus, te weinig sporten en bewegen. We weten dat zicht van kinderen achteruit gaat. We weten dat ze minder buiten spelen. Nou, ik kan wel even doorgaan. Oh ja, zwemlessen. We weten ook dat lang niet iedereen een zwemdiploma haalt. En dat de motie die we vorig jaar hebben ingediend volgens mij niet gehaald gaat worden als we op deze manier doorgaan. Dus we doen het gewoon onvoldoende. Niet alleen volgens het coalitieakkoord, maar ook moties die wij hier met elkaar indienen, waar alle Kamerleden achter staan, worden gewoon niet uitgevoerd of niet gehaald. Dus we doen te weinig. Ja, dat is geen vraag, maar dat is een constatering. Minister. Nou ja, dan een constatering terug is dat we het Sport- en Cultuurjeugdfonds flink hebben opgehoogd. Juist om te zorgen dat jongeren en dat ouders hun contributie kunnen betalen. En dat dit wordt ook uitgenut. Dat wordt ook echt gebruikt, dat wordt ook echt gevonden. Dus ik ga niet mee dat we helemaal niets doen. Ik ben het wel met mevrouw Westerveld eens dat we ons best moeten doen dat we dat zo goed mogelijk doen en voldoende doen. Maar daar zijn we ook precies mee bezig om te zorgen dat we dat kunnen. Een voorbeeld, werd ook een vraag gesteld, die zit ook ergens in de set, over de leefomgeving bijvoorbeeld. Of er voldoende wordt gekeken naar de leefomgeving, ook in de buurten. Nou, ik ben nu sowieso met de minister van Volkshuisvesting aan de slag over de leefomgeving, ook als het gaat om beweging voor ouderen. Dat die dat makkelijker kunnen en dat de leefomgeving daartoe uitnodigt. En daar hoort ook bij dat je kijkt of er voldoende mogelijkheden in de buurt zijn. En dat zijn echt onderwerpen waar we met elkaar over spreken, omdat we dat belang ook echt inzien en op die manier ook aan het uitwerken zijn. Dank u wel. Wilt u nog een extra vraag? Of wachten we tot... Dat klopt, dat klopt. Ik hou het bij. Als de minister even wil... wil duidelijk maken waar we nu precies zijn bij de beantwoording. Volgens mij zijn we bij het sportakkoord. En gaan we daarmee verder? Ja? Gaat u gang. Ja, daar heb ik eigenlijk al heel veel over gezegd. Wat ik nog niet gezegd heb, is dat wij de ondertekening, ga het toch nog een keertje zeggen, 14 december vorig jaar, dat sportakkoord 2 echt de hoofdlijnen daarvan hebben ondertekend met de belangrijke partners, strategische partners, NOC, NSF, de platform ondernemende sporters, ook heel fijn dat zij gaan aangesloten, de VNG en de VSG. En we hebben dat ook ondertekend bij de voetbalvereniging Laakkwartier. En dat is een heel mooi voorbeeld in Den Haag, wat ik echt meer in Nederland zou willen zien. Een vereniging die echt als spil in de wijk zit, met een samenwerking tussen de commerciële sport en de vereniging die ook zijn vruchten afwerpt. Het hoofdlijnakkoord biedt de kaders die nodig zijn om met elkaar die missie en die ambities die hebben opgeschoven te gaan realiseren. En dat wordt op dit moment, as we speak, wordt dat uitgewerkt. En daarbij, dat is al gestart direct na de ondertekening, en daarbij betrekken we ook alle overige stakeholders. Daar komt onder andere in een normering voor kwaliteit en de basiseisen voor veilige sport. Ik kom zo nog op wetgeving daarin terug en veilige sport aan zich. Daar komen dus zeg maar echt een heel werkplan komt eruit. En onder andere het strategisch kader topsport is ook een onderdeel van het sportakkoord 2. Daar waren wat vragen bij over de doelstellingen. Dat heb ik net eigenlijk al gezegd. Hè. We gaan dat werkprogramma wordt echt gelardeerd met doelstellingen, maar dan wel per onderwerp en soms ook per deelonderwerp. Maar daar zit echt de concreetheid in. Ik heb ook al aangegeven hoe en welke partners dat we ieder op onze eigen verantwoordelijkheid daarin kunnen worden aangesproken. Tenslotte het inrichten van die effectieve clubondersteuning heb ik net ook al uitgebreid besproken. Dat kan overigens gericht zijn op de ontwikkeling van de gehele sportclub. Dat kan zijn bestuurscoaching, maar zo kan ook zijn ondersteuning van de individuele bestuurders en officials. Dus daar komen nog mogelijkheden voor. Ik zal niet zeggen dat er nog microbudgetten aangevraagd kunnen worden, want dan komt er nog een potje bij. Dat lijkt me een vrij onverstandige opmerking, maar in ieder geval wordt daar ook naar gekeken van hoe we dat financieren. Dat was wat mij betreft even nu, in aanvulling op de rest datgene over het sportakkoord 2. Dit is het blokje over het sportakkoord, sluiten we af. Dan kunt u verder gaan met het blokje over de wetgeving. Ja, de wetgeving in de sport. U heeft middels 2 aangenomen moties duidelijk opgeroepen om de sportwet verder uit te werken. Ik heb toegezegd
om voor de zomer een hoofdlijnenbrief daarover te sturen over wetgeving in de sport. Ik zal de thema's veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid daarin benoemen. Ten aanzien van veiligheid kijk ik in eerste instantie naar het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid in de sport. En ik zal ook stilstaan bij de vraag of ik verwacht dat wetgeving nodig is voor het opstellen van het onafhankelijke integriteitscentrum, wat ik vorige week in de brief heb opgeschreven. Ook onderzoek ik de mogelijkheid van wetgeving als het gaat om veiligheidsnormen ten aanzien van organisaties en mensen. Uiteraard kijk ik ook naar het actieplan van de heer Mohandes. Ook daar gaat hij, dat heeft hij zelf al gezegd, in op wetgeving. Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor, overigens. Ik ga het nader bestuderen. En ook dat deel zal ik meenemen in de verdere uitwerking van wetgeving in de sport. Dan nog een aantal gerichte vragen. Even kijken, dit gaat over de planning wanneer ik met een brief daarover kom. Nogmaals, ik kom voor de zomer met een brief over de hoofdlijnen als het gaat om de wetgeving. Maar als het gaat om veilige sport, loopt dat enigszins voorop, omdat ik al bezig ben met dat onafhankelijk integriteitscentrum. En dan was er nog een vraag van de heer Van Nispen over de wettelijke sportnorm. Als dat onderdeel kan zijn van de sportwet, juist ook om ruimte te verzekeren, kan de minister dat bevestigen. Binnen de verkenning voor wetgeving kijk ik naar toegankelijkheid en beschikbaarheid. En voor ruimtelijke inrichting wordt via de omgevingswet ruimte gegeven aan gemeenten om de publieke ruimte in te richten conform de lokale voorkeuren en wensen. Gezondheid, sporten en bewegen is daar een belangrijk doel in. En gemeenten moeten dus ook de gezondheidsdoelen meenemen in hun plannen voor ruimtelijke ordening. Ruimte voor sport en bewegen wordt daar dus in worden meegenomen. Ik heb dat net al gezegd dat ik met de minister van Vrouw aan het kijken ben natuurlijk naar de leefomgeving en datgene wat de gemeente moet doen als het gaat om een visie op wonen en zorg. En langs die route zal ik ook de gezondheidsdoelen en ook de aandacht voor sport meegeven aan de gemeentes. Dan nog even de vraag van de heer Van Nispen, die toch bij mij een zekere weerstand ziet. Ik kan hem geruststellen dat ik geen weerstand heb tegen wetgeving. Misschien is het toch goed om in dat opzicht nog even terug te komen op het voorgaande debat wat we in december hadden, waar een aantal dingen bij elkaar komen. Ik heb toen geacteerd op een uitgebreide rondgang en inventarisatie vanuit de sector zelf. We hebben er zeer uitgebreid naar gekeken. En de sector zelf zegt, zij op dat moment in ieder geval, versterkend meer langs de lijnen waarop wij al sterk zijn geworden met elkaar. En ook de manier waarop we als verenigingsstructuur ook gegroeid zijn. Daar kwam het advies en ook mijn besluit uit voort. Maar er zit bij mij geen weerstand om ook te kijken naar een wetgevingskant. Ik denk dat de suggestie van de heer Mohandes, dat heeft hij eerder toen ook in dat debat gedaan, om te kijken naar de bibliotheekwet, of daar aangrijpingspunten zitten. Hij heeft in zijn actieplan daar iets over opgeschreven. Ik ben zelf ook aan het kijken wat de mogelijkheden zijn langs de as van de bibliotheekwet. En dat zal ik meenemen in de brief die voor de zomer komt met de hoofdlijnen van de wetgeving. Maar er zit geen weerstand bij deze minister om de moties uit te gaan voeren. Ik zie enige verbazing bij de heer Mohandes. Ik heb de vraag duidelijk gehoord en ik zie ook, en dan zal ik zo in het thema veiligheid nog op terugkomen, ook daar zie je, veiligheid is zo ontzettend belangrijk en daarom heb ik ook gekozen voor dat onafhankelijke integriteitscentrum. Niet omdat het Centrum voor Veilige Sport het niet goed genoeg doet op dit moment, maar omdat het zo ontzettend belangrijk is dat laagdrempelig en zeer onafhankelijk is en ook daarin volledig vertrouwd kan worden. Echt, iedere zweem van belangenverstrengeling moet daar weg zijn. En daar zie ik echt wel, zou wetgeving om dat te installeren nog voordelen kunnen hebben. Dus daar kijk ik echt naar. We moeten daar echt als overheid ook naast de sportsector staan. Dus daar stap ik naar voren. En ik ben ook op die manier aan het kijken naar de wetgeving. Dus er zit geen weerstand bij deze minister. Dat wilde ik nog maar even aangeven bij dit blok. En ik kom daar dus op de hoofdlijnen voor de zomer op terug. Dat was het blokje over wetgeving. Een vraag van meneer Van Nispen? Of meneer Van Nispen? Ja, voorzitter. Het is natuurlijk goed en terecht dat na twee moties er inderdaad een sportwet komt en dat er geen weerstand meer is of dat die er nooit was. Dat maakt niet uit. Er komt een sportwet. Dat is het goede nieuws. Maar ik ben wel een beetje bezorgd over de inhoud.
Want ik vind de dingen die de minister noemt prima. Maar volgens mij moet het advies van de Nederlandse Sportraad, dat heel waardevol was, wel als uitgangspunt worden genomen. Waarin bijvoorbeeld komt het recht om te bewegen voor iedereen. Sporten als publieke voorziening. Dat uiteindelijk de rollen en de verantwoordelijkheden ook voor de lagere overheden helder worden. Wie doet nou wat om de sportvoorzieningen te waarborgen? Dat zijn volgens mij hoofdlijnen die erin moeten zitten. Ik hoor daar graag bevestiging van. En dan de verbijzondering. Dat waren mijn twee specifieke vragen. Bijvoorbeeld zou er ook in kunnen komen een sportnorm. Begrijp ik het nou dat de minister zegt, nee, dat gaan we niet doen. Die komt niet in de sportwet. En ik had ook gevraagd over bijvoorbeeld speelgelegenheden voor kinderen, voor het buitenspelen. Ik verbijzonder dat dan met voor kinderen met een beperking, in ieder geval één per gemeente. Zou volgens mij ook in die sportwet kunnen. Het kan ook later, omdat je niet alles in één keer moet regelen. Wil ik ook nog begrijpen. Maar zijn dit nou de hoofdthema's en de bijzondere subthema's waar de minister ook aan denkt? Dank u wel. Minister? Ja, voorzitter, ik ga daar, en dat is niet om flauw te doen, dat zeg ik maar even op vorm, ik ga daar niet op vooruitlopen nu. Ik ben bezig dat uit te werken op dit moment en ik kom voor de zomer daarop terug. Wat ik u wel kan toezeggen, want dat lijkt me namelijk een goed idee, is dat we voordat we daar een debat over hebben en voordat ik daar een brief over stuur, dat we met elkaar een overleg hebben waarin ik die kantoren neerzet met elkaar. En dat we het daar nog over kunnen hebben voordat de inkt aan mijn kant droog is. Maar ik ga niet op voorhand al het hele rijtje van de heer Van Lispen daarin in toezeggen. Ik begrijp de portée van zijn opmerking. Dat zat ook in de moties besloten. Daar ben ik mee, serieus mee aan de slag. Als het gaat om de speeltuinen, daar heb ik wel inderdaad al via een hele andere route aan gecommitteerd dat ik vind dat er een inclusieve speeltuin moet zijn, een toegankelijke speeltuin voor kinderen met een beperking. Heel belangrijk per gemeente. Die zijn er nog niet. En daar ben ik met bestuurlijk... met het gaat over de speeltuinverenigingen. Ook met de kant van de gehandicaptenzorg en de zorg voor mensen met een beperking, dat die ook kunnen sporten mee bezig. Dus daar heb ik me al aan gecommitteerd. En of dat later bij elkaar komt, dat gaan we zien. Maar ik wil daar eigenlijk niet op vooruitlopen nu. Ik kan u wel toezeggen dat we tussen nu en het moment dat we elkaar weer in het sportdebat zien, dat ik voor de zomer met een brief kom, dat ik kijk of we met elkaar ook een overleg ook kunnen voeren daarover. Het is heel lastig om hier nou weer een interruptie aan te besteden, maar dat overleg hebben we nu. Dit is het overleg. Dus ik weet niet wat voor overleg de minister hier naar voren stelt. Het zijn normaal gesproken Kamerleden die debatten aanvragen. Dat hebben we hier gedaan. We hebben hier een debat. En mijn vraag is heel simpel. Neemt de minister het advies van de Nederlandse Sportraad als uitgangspunt? Ik laat even die hele specifieke zaken weg. Over de sportnormen, speeltuinen voor kinderen met een beperking. Misschien te specifiek voor nu, snap ik. Maar heel specifiek, heel algemeen de vraag. Sport als publieke voorziening. Sport als recht voor iedereen. Het advies van de Nederlandse Sportraad. Het kan toch niet zijn dat de minister zegt, nou, ik kom met een sportwet, maar ik ga iets heel anders doen dan de Kamerleden nu al herhaaldelijk bij motie toe hebben opgeroepen. Omdat ik het vooral over veiligheid wil hebben, wat er ook in moet, wat mij betreft. Maar toch niet uitsluitend. Het gaat toch ook om deze hoofdlijnen waar het ons voortdurend om te doen was. Dank u wel, meneer minister. Ja, voorzitter. Het advies van de Nederlandse Sportraad is een van de dingen die op tafel ligt. En ik ga daar niet op vooruitlopen. Ik heb u net gezegd, we hebben ook vorig jaar natuurlijk een hele ruime ronde gedaan vanuit de knelpunten, vanuit de sportsector zelf. Ook dat vind ik er eentje om mee te nemen in de uitwerking. Want ik hoor, er liggen verschillende uitgangspunten en meningen op tafel. Maar ik wil daar nu vandaag niet op vooruitlopen. Ik wil dat proces echt goed doorlopen, zorgvuldiger. Ik kan ervan op aan dat ik dat serieus doe. En ik wil daar ook met u aan overleg treden in het volgende debat. Het maakt me niet uit wanneer. Maar vandaag kan ik dat niet, omdat ik dat nog aan het uitwerken ben. En dat wil ik gewoon zorgvuldig doen. Ik heb me nu geconcentreerd op het onderwerp veilige sport, omdat dat ook een ontzettend belangrijk onderwerp is en ook een urgentie kent. We hebben morgen komt de documentaire over de danssector uit. We kunnen allemaal aanvoelen vanaf de turnsters tot aan nu dat een ontzettend belangrijk onderwerp is. Dat vond ik belangrijk om dat prioriteit te geven. Het volgende wat ik doe is voor de zomer terugkomen met de hoofdlijnen over de wetgeving. Dank u wel. Ik zag nog een vraag van mevrouw Van Dijk en mevrouw Van der Laan. Eerst mevrouw Van Dijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien een beetje in het verlengde, misschien overlappen de vragen elkaar een beetje, maar ik sloeg een beetje aan op die wettelijke verankering in de leefomgeving. Het is er al, gaf deze minister aan, maar hoe ziet die er dan uit? Want volgens mij bepalen gemeenten zelf
of ze er überhaupt wel of niet iets mee doen. Ik zie er hele goede voorbeelden. Gemeenten die zeggen, we hebben een speelbeleid. Binnen elke zoveel meter moet een speeltuin zijn. Maar volgens mij zijn er ook gemeentes die daar helemaal niet op die manier mee bezig zijn. Dus als dat de overtuiging is die hier leeft, dan ben ik bang dat de praktijk anders is. Minister? Nou, ik ben vanuit het zorgen dat kinderen in voldoende mate kunnen sporten, kinderen met een beperking, zowel aan de sporthulpmiddelen als aan die speeltuinenkant bezig. En het is mijn wens dat iedere gemeente daar ook een inclusieve speeltuin heeft. Dus dat is inderdaad niet wettelijk verantwoord, daar heeft u gelijk in. Maar daar ben ik wel met de gemeentes over in gesprek. En we hebben ook een bestuurlijk aanjager inmiddels voor de gehandicapten, voor de mensen met een beperking. En die neemt dat ook mee in haar gesprekken met de gemeentes. Dank u wel. Mevrouw van Dijk, nog een vervolgvraag? Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik vind het goed, hè, dat die gesprekken met gemeentes plaatsvinden. Want ik heb ook altijd liever dat we het gewoon zelf doen in plaats van dat we het wettelijk opleggen. Maar uiteindelijk bepalen wij wel die wetten. Dus dan is de vraag, als er dan een sportwet komt, zijn dit dan wel onderdelen die daar een plek gaan krijgen? Mochten de gesprekken met de gemeentes tot de conclusie leiden, ja, er is iets meer nodig. Minister? Ja, voorzitter, ik ga toch weer een herhaling vallen dat ik op die uitwerking terugkom. Dat heb ik niet vandaag. Voor dit debat heb ik met name ook de veilige sport. En het uitwerken van het sportakkoord, omdat ik dat ook een belangrijke prioriteit vind. Wetgeving is ook belangrijk, maar ik heb ook tijd nodig om dat te doen. Ik hoor de heer Van Nispen hierover mopperen, maar het is ook echt een groot onderwerp. We moeten dat zorgvuldig doen. Er zijn meerdere meningen over, er zijn meerdere inzichten, er is meerdere informatie over. We brengen dat bij elkaar. En voor de zomer kom ik met een brief over de hoofdlijnen van die wetgeving. Dan is die wet overigens nog niet uitgewerkt. Laat ik daar ook meteen een winstwaarschuwing geven. Want het is een zorgvuldig traject en daar komen ook verplichtingen uit voor. Dus dat moeten we goed doorzien met elkaar. En nogmaals, ik neem het echt serieus. Maar die tijd heb ik gewoon daarvoor nodig. Dank u wel. Dan was er nog een vraag van mevrouw Van der Laan, volgens mij. Ja. Dank u wel. Even over het onafhankelijk centrum voor veilige sport. Daar heb ik ook gevraagd naar resultaat. Volgens mij heb ik daar niet goed genoeg een antwoord op gekregen over wanneer is dat centrum nou gereed om gelanceerd te worden. Maar ook wat we zien binnen de sportwereld. Hè. Je hebt de georganiseerde sport, je hebt de commerciële sport. Ik heb het voorbeeld gegeven van dansen. Bijvoorbeeld. Hoe krijgen we nou die sport aangesloten ook op Centrum voor Veilige Sport. En dan heb ik volgens mij nog een vraag openstaan over matchfixing. Zal ik gewoon met het blokje Veilige Minister. Sport verder gaan, voorzitter? En matchfixing en dan zit matchfixing zo nog bij de Varia, volgens mij. Ja. Ja. Gaat u verder. De veiligheid en de integriteit in de sport, voorzitter. Het duidelijk dat grensoverschrijdend gedrag niet thuis hoort in de sport. Niet in de danssector, niet in de turnen, niet in de atletiek, wat mij betreft nergens niet. De gesprekken die ik ook persoonlijk met oud-turnsters heb gehad, die hebben echt wel indruk gemaakt. Wat zij hebben meegemaakt is wat mij betreft onacceptabel. Morgen komt de documentaire Dansen voor het leven uit met dansers die ook slachtoffer zijn geworden van ernstig grensoverschrijdend gedrag. En ik zet mij voor al deze sporters in. De danssector is natuurlijk deels ook de cultuursector, de evenementensector, maar ook de sportsector. We moeten er alles aan doen om situaties zoals die van hen te voorkomen. Maar als het dan toch misgaat, dan moet het melden en de opvolging daarvan optimaal geregeld zijn. Daarom zet ik mij in voor een veilige sport met aan de ene kant een onafhankelijk integriteitscentrum, het delen van kennis en ervaring, ook in internationaal verband, het verkennen van de benodigde wetgeving om de ontwikkeling te ondersteunen en het verbeteren van het sporttuchtrecht. In samenwerking met de sport ga ik de eerste stap naar dat nieuwe stelsel zetten met een onafhankelijke en integrale benadering van die integriteit en dat integriteitscentrum. Het voordeel van een op zichzelf staand integriteitscentrum in onafhankelijkheid is die laagdrempeligheid en het transparante proces van melden zonder risico op belangenverstrengeling, heb ik net al gezegd. En de eerste stap wat mij betreft is het onafhankelijk maken van de taken van het Centrum voor Veilige Sport. Ik wil wel nog een keer benadrukken dat we deze stap niet zetten omdat het Centrum voor Veilige Sport niet goed functioneert. Integendeel, het Centrum voor Veilige Sport heeft internationaal groot aanzien en functioneert goed. De reden voor de knip met de sport gaat primair om de onafhankelijkheid.
Daarnaast zal ik de komende periode samen met de sport uitwerken hoe het verdere takenpakket van het integriteitscentrum eruit komt te zien. En voor het WGO-sport eind van het jaar wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen. Ik ga ook kijken naar de voordelen die een integrale aanpak kan hebben voor doping en matchfixing. En daarnaast verken ik of werkgeving nodig is ter ondersteuning. Bijvoorbeeld voor het opstellen van dit onafhankelijke centrum. Wat mij betreft is dat toch een stap voorwaarts vanuit de overheid. Maar ik zie dat de sportsector dat nu en in de toekomst ook nodig heeft. Als het gaat om het instituut Sportrechtspraak heb ik het afgelopen jaar daar al veel gedaan. Ik heb daar uitgebreide gesprekken mee gevoerd. En zij zijn echt aan de slag. Ik heb vorige week dan nog een werkbezoek gebracht. Ze zijn echt aan de slag om hun hele proces te veranderen. De samenstelling ook van het instituut te veranderen. Ik tref daar overigens uitstekende professionals ook aan. Maar de hele keten die zij vormen, daarvan zien ze ook in dat zeg maar de type zaken wat met de turnzaken voor bij hun voorkwam, dat ze daar onvoldoende op voorbereid waren. Maar ze zijn nu heel hard bezig om dat te veranderen. En ik heb ze ook verder financieel ondersteund daarbij. Dus dat loopt al. En de volgende stap is wat mij betreft dus het onafhankelijk maken van het Centrum voor Veilige Sport. De vraag wanneer dat precies klaar is van mevrouw Van der Laan, ik begrijp de vraag, maar ik kan hem niet concreet beantwoorden omdat die discussie loopt. We even moeten kijken hoe positioneren we het, ook met NOC-NSF die daar nu over gaat. We hebben daar al over gesproken, dus er zijn al een flinke aantal gesprekken overgevoerd. We gaan nu doorstappen om te kijken om het daadwerkelijk ook onafhankelijk te maken. Dus daar ga ik u over informeren, maar ik kan me niet voor. Dus voor het WGO, het wetgevingsoverleg, zal ik u daar zeker over geïnformeerd hebben. Maar ik moet ook echt de tijd nemen om dat zorgvuldig te doen. Dan de acties. We hebben afgesproken om aan het eind even alles op te sparen tot het eind van het blokje. Dus gaat u verder, minister. Dan de acties naar aanleiding van de informatie bekend over het misbruik in de danssector. Ik ken natuurlijk, en ik bewonder haar ook, Kim Koumans als klokkenluider van het misbruik in de danssector. En die driedelige documentaire die gaat vanaf morgen van start. De eerste aflevering zal morgen te zien zijn. Naar aanleiding van de eerste signalen heb ik een grootschalig onderzoek naar de cultuur, aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de danssector gestimuleerd en gefinancierd. U vroeg mij net naar wat doet deze minister daarin. Dus dat heb ik gedaan. Het rapport wordt naar verwachting in mei gepubliceerd. En ik wacht uiteraard de uitkomsten daarvan af. Het grensoverschrijdend gedrag in de danssector heeft daarbij echt mijn aandacht. En ik heb een projectgroep met partijen uit het veld geïnitieerd die aan de slag gaat om de misstanden in de danssector ook aan te pakken. En de mogelijke aanbevelingen die uit dat rapport half mei komt, het onderzoek dat Verinom doet, die gaan we daar uiteraard in meenemen. Er was nog een vraag wat wij doen, ook binnen het ministerie, wat ik ook doe, om mevrouw Koumans ook in die rol te ondersteunen. Dat doen we, wij spreken haar zeer regelmatig. En ik heb ook, voer ik uiteraard gesprekken met mijn collega van OCMW, de staatssecretaris van OCMW, maar ook met de regeringscommissaris als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. En de beide bewindslieden van OCMW, de heer Dijkgraaf en mevrouw Van Gennep. Dus dat is wat ik op het dansdossier nu doe. Hoe zorgen we de woorden van de heer Herema, mafklappers, ze kennen het niet, met hun poten aan jonge meisjes en jongens zitten en zo snel mogelijk een straf krijgen en definitief verbannen worden uit de sportwereld? Nogmaals, het is onacceptabel. Dus ook het Nationaal Actieprogramma, ik noemde net al de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn we volop mee bezig. Als er sprake is van strafbare feiten zoals seksueel misbruik, dan moet dat ook gemeld worden bij de politie. De verwachting is ook dat in het dansdossier dat ook echt aan de orde is. En het sporttuchtrecht kan daarop natuurlijk een aanvulling zijn. En ook daar heb ik met het ISR wel over gesproken. Maar de verwachting is dat dit toch ook heel veel zaken zijn die via de politie, via een aangifte bij het OM terechtkomen. Met de regeling gratis VOG kunnen sportverenigingen vrijwilligers in ieder geval gratis laten screenen op antecedenten, justitieel. De sportaanbieders die werken met betaalde trainers en coaches kunnen dit doen, maar dan is de VOG niet gratis.
Ik heb via het sportakkoord de VOG als een van de basiseisen laten opnemen voor een sociaal veilige omgeving bij sportaanbieders. Ik weet dat dat ook niet alleen hetgeen is wat natuurlijk voldoende is. Het is ook heel erg belangrijk dat ook sportverenigingen die mensen in dienst nemen zich ook vergewissen van de arbeidshistorie en ook vragen naar referenties. Dan de vraag van mevrouw Van der Laan of ik concreet kan aangeven wanneer het integriteitscentrum in werking treedt. Heb ik net al antwoord op gegeven dat ik haar in het najaar ga informeren over de vervolgstappen en het tijdspad, maar dat kan ik helaas nog niet vandaag zeggen. De vraag van de heer Van Nispen, sport en bewegen moet veilig zijn, ook in de danswereld, wie de verantwoordelijkheid pakt. Deels cultuur, deels sport, dat heb ik net eigenlijk al gezegd. Hè. Mijn rol zat erin het onderzoek met Verinorm ook te initiëren en te financieren. De projectgroep en de samenwerking met de diverse bewindslieden hierop. Dan de vraag van mevrouw Westerveld over de... gaat over de turnsters, dat er meer aanvragen waren en wat er gebeurt om de slachtoffers concreet te helpen. Als het gaat om de aanvragen, dan zijn er concreet 171 aanvragen ingediend en 166 aan toegekend. Dus dat betekent dat we meer oud-turnsters zijn geholpen, in ieder geval met het geven van erkenning voor het leed als gevolg van het grensoverschrijdende gedrag. De KNGU heeft de extra kosten van de tegemoetkoming voor haar rekening genomen en de meerkosten van de uitvoering, dus kosten, die heeft VWS reeds voor haar rekening genomen. En laat ik van de gelegenheid gebruik maken om ook waardering uit te spreken aan de betrokken partijen voor het mogelijk maken van deze regeling en het ook naar tevredenheid uitvoeren. Dat was niet makkelijk. Dat is ook onderweg nog, moest dat echt nog worden aangepast. Maar ik weet hoe belangrijk het is in het verwerkingsproces van de auteurs. Zoals ik heb ze ook zelf gesproken. En dat verhaal kwam ook echt binnen. En ik weet dat dit ook emotioneel heel belangrijk is voor hen. Ik heb u naast de brief Veilige Sport ook geïnformeerd voor het debat over het voortzetten van de hulp en de nazorg die ook is opgezet naar aanleiding van het turnen. En dat betreft onder andere de geïntegreerde specialistische GGZ-zorg, wat Slachtofferhulp Nederland daarin doet en het perspectief herstelbemiddingen. En ik kan echt zeggen dat de lessons learned, ook binnen het instituut Sportrechtspraak, hebben we veel over gesproken, met elkaar echt goed zijn aangenomen, ook ter harte zijn genomen, als het gaat om de begeleiding van sporters die een dermate trauma al doorlopen hebben en het dan nog eens een keer doormaken als het gaat om de behandeling, de wijze waarop de vragen werden gesteld, de wijze waarop de verslagen zijn gedeeld. Dat is echt de hertog genomen en zij hebben hun werkwijze ook echt aangepast in de praktijk. Dan nog de vraag van mevrouw Van der Laan over de matchfixing. Meer partijen kunnen bijdragen aan de preventie van matchfixing. En hoe kunnen we ook zorgen dat geld dat voor die preventie beschikbaar is bij meer partijen terechtkomen? Dat klopt, er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan die herijking van de aanpak matchfixing. Dat is voor een deel natuurlijk ook justitie en veiligheid, omdat dit ook wel verbonden is met de georganiseerde misdaad en de ondermijning. Maar preventie is daar ook een belangrijk onderdeel. Ik zie dat sport zelf hierin ook investeert en dat juich ik ook toe. Partijen met goede ideeën ten behoeve van die preventie kunnen uiteraard aanspraak maken op het geld wat daarvoor beschikbaar is. En dat is niet voorbehouden aan een select aantal organisaties. Dus dat is ook mogelijkheid dat ze zich daarvoor melden. En ik geef dan meteen even de waarschuwing mee dat dat ook weer een potje is. En dat ik dat zal meenemen ook in om te kijken of we dat ook laagdrempelig en eenvoudig kunnen doen. Dan de vraag van mevrouw Van der Leyen over het verbod op matchfixing in de wetgeving. De juridische verkenning naar het expliciet strafbaar stellen van matchfixing die loopt via JNV. De afgelopen periode bij partijen met nationale en internationale partijen is er gesproken. Zoals aangekondigd in de Kamerbrief Sportstelsel en Sportsbeleid van 21 november. Daar had ik hem al in aangekondigd van vorig jaar dat de juridische verkenning aan het eind van het voorjaar van dit jaar is afgerond. En daar zijn we zo'n beetje aangeland en op basis van die verkenning kunnen we verder met de afweging hoe we de wetgeving moeten aanpassen. En voor het zomerreces wordt de Kamer daarover geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning en de vervolgstappen, maar dat is natuurlijk ook JNV.
De minister heeft ook een vraag van de heer Van Nispen. Hij heeft toegezegd de dansers te ondersteunen. Waar blijft de veiligheid voor de dansers? Ik heb net al van alles verteld over de aanpak. Misschien toch goed dat, ik zei dat net over de turnsters, maar dat ook de persoonlijke verhalen van dansers, die ik heb gehoord, dat ik die zeer zorgelijk vind en ook heel erg verdrietig. Dus ook die neem ik zeer ter harte om me sterk te maken, om ook een goede aanpak voor de danssector hier te hebben. Nogmaals, samen met ook het ministerie van OCMW, omdat voor een belangrijk deel natuurlijk ook de cultuursector betreft. Maar wat mij betreft is grensoverschrijdend gedrag in geen enkele sector acceptabel. En ik denk dat we morgen in de documentaires ook echt schrijnende verhalen gaan zien. En dat gaat mij ook zeer, zeer ter harte. Dan de vraag over de meldingen die het afgelopen jaar zijn binnengekomen. Bijvoorbeeld het turndossier van mevrouw Westerveld. Het Centrum voor Veilige Sport heeft vorig jaar een record aantal meldingen en signalen binnengekregen. Ik heb veel respect voor iedereen die daar werkt en de sporters ook zo goed mogelijk probeert te helpen. De meldingen worden deskundig behandeld, waarbij de betrokkenen worden geholpen bij het nemen van de juiste vervolgstappen en ze ook vervolg. Dus echt aan de hand worden meegenomen waar de vervolgstappen uit kunnen bestaan. Het klinkt heel gek, maar ik ben eigenlijk heel blij met die hoge aantal meldingen. Want dat zegt in ieder geval iets over de kwaliteit van het centrum en ook dat zij daarin vertrouwd worden. Maar nogmaals, ik ga ook de stap maken om ze onafhankelijk te maken, omdat ik dat nog beter wil benadrukken. Maar het is natuurlijk ontzettend triest dat deze meldingen binnenkomen. En tegelijkertijd ben ik heel erg blij en ik roep ook altijd iedereen op, als dit soort dingen gebeuren, meld het binnen je vereniging, maak het bespreekbaar, meld het bij je integriteitscoördinator binnen je vereniging, meld het bij elkaar. We weten vaak van elkaar wat oké is en niet oké in de omgang, wat we zien. Maar als het je gebeurt, meld het in ieder geval stap naar voren, want dat is de enige manier waarop we het met elkaar kunnen aanpakken. Dat was wat mij betreft het blokje van veilige sport. Ja, dank u wel. Het einde van het blokje veilige sport. Zijn er nog vragen of gaan we door met vragen? Ja. We gaan door met Varia. Oh, mevrouw Westerveld. U mag nog drie keer het woord vragen. U mag nog drie keer het woord vragen. Sorry, ik had mijn microfoon. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn vraag aan de minister was wat er nou ook echt concreet gaat veranderen. Want als we één ding hebben geleerd van de afgelopen jaren, is dat voortdurend ook grensoverschrijdend gedrag is onderschat. En dat ze eigenlijk niet mogen, want al lang geleden hadden we hier in de Kamer het rapport naar aanleiding van commissie De Vries die dat al aangaf. En toch zagen we afgelopen jaren ook dat voortdurend dit soort zaken onderschat zijn. En mijn vraag aan de minister was eigenlijk heel concreet, wat verandert er nu, maar ook wat verandert er nou ook heel concreet voor de mensen die al slachtoffer zijn geweest? Want dat zien we nou, of die al naar buiten zijn gekomen als slachtoffer, want dat zien we natuurlijk ook bij Kim Kouwmans, dat zij als klokkenluider echt naar voren is gestapt, maar daar wel weinig ondersteuning van krijgt. Terwijl we het ook aan haar hebben te danken dat er nu zoveel bekend raakt. En datzelfde zagen we natuurlijk al eerder met de turnsters ook gebeuren. Dank u wel. Minister? Ja, voorzitter, helemaal eens met mevrouw Westerveld dat, en dat is natuurlijk een heel samenhangend verhaal, maar ook maatschappelijk gezien dit een probleem is. Vandaar dat we ook als kabinet de keuze hebben gemaakt om een regeringscommissaris aan te stellen en ook samen tot een integrale aanpak te komen. Dus zowel vanuit OCMW als Sociale Zaken als VWS zijn we daar heel hard mee bezig met haar samen. Als het heel specifiek gaat om de sport en de zorg voor de turnsters, heb ik net ook uitgelegd dat naar aanleiding daarvan we echt een hele andere werkwijze hebben binnen het instituut Sportrechtspraak. Ik ben daar vorige week op werkbezoek geweest. We hebben daar zeer, zeer indringende gesprekken afgelopen jaar over gevoerd. En ze hebben een flink aantal dingen in hun werkwijze veranderd. Ze kijken dus onder andere naar de samenstelling van de medewerkers binnen het instituut. Dat veel meer divers is. Leeftijd, gender, van alles nog wat. Colorful People is een bedrijf wat ze daar ook bij ingeschakeld hebben. Bestuur.
bestuur, een raad van toezicht wat er gaat komen. Het bestuur gaat veranderen. Ze hebben case managers aangesteld. Ze hebben de hele werkwijze van de keten, is vorige week aan mij uitgelegd, veel zorgvuldiger opgebouwd. En er is ook een leergang in de maak. En die wordt nu al ook toegepast om te zorgen dat ook de hele onderzoeksmethodiek, de manier waarop ze met vragen beginnen, bijvoorbeeld echt gewoon helemaal veranderd is. En dat maken ze echt de standaard, dat maken ze ook de norm. En dat borgen ze ook. Dus daar is denk ik wel echt ten opzichte van daarvoor zijn een aantal dingen veranderd. Als het gaat om de danssector, wij hebben vanuit VWS echt wekelijks contact met mevrouw Kouwmans. En nogmaals, ik bewonder haar in de manier waarop ze naar voren is gestapt. We zien ook dat de thematiek binnen de danssector, het is ook grensoverschrijdend en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar het lijkt ook weer net even wat anders. Het is ook een hele andere sector weer dan de turnwereld. En we verwachten eerlijk gezegd dat dat ook veel meer zaken zullen zijn die langs het aangifte Openbaar Ministerie en Strafrecht zullen gaan verlopen. Is in ieder geval nu mijn verwachting. Het Centrum voor Veilige Sport en het Instituut Sportrechtszaak staat er klaar voor om ook daar aanvullend aan te zijn. Maar dan moet het wel zaken zijn die ook natuurlijk via hun kunnen lopen. Wij proberen mevrouw Kouwmans daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Dus wij, nogmaals, in mei komt het rapport uit van Verinorm. De projectgroep is al bezig. En dus dat we echt geen dag verloren laten gaan om de uitkomsten ook van het rapport, waar ook de onderzoekers over zullen rapporteren wat ze allemaal tegen zijn gekomen, wat te kunnen verbeteren, om dat geen dag verloren te laten gaan, om te zorgen dat we daarmee aan de slag gaan. En ook voor de toekomst, voor de danssector, zorgen dat we dat goed begeleiden. Dank u wel. Dan kunnen we wat mij betreft door naar het blokje Varia nog. Dus de laatste overgebleven vraag. Ja. Dan, voorzitter, had ik een vraag van diverse Kamerleden over de wielerwedstrijden. Dit is inderdaad Varia, het blokje zit van alles in. De wielerwedstrijden, dat gaat over de mogelijkheid om gecertificeerde vrijwilligers in te zetten. Als het gaat om de wedstrijden op de weg. Zeer mee bekend. Het ministerie van VWS heeft samen met JNV en IMW dat vraagstuk al enige tijd geleden opgepakt. Mijn collega van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kamer in december een brief gestuurd en uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken. En zoals toegezegd gaan de betrokken partijen nog dit jaar een praktijktest uitvoeren om te kijken of de taken zijn die door de burgermotard, zoals dat heet, verantwoord kunnen worden uitgevoerd. Dus het is nog niet geregeld, maar er wordt wel aan gewerkt. En alle relevante partijen, waaronder de politie en de Koninklijk Nederlandse Wielerunie, zijn vanaf het begin actief bij het traject betrokken. Er zijn verschillende onderzoeken en verkenningen uitgevoerd inmiddels. En daaruit blijkt dat het niet mogelijk is om zomaar een burgermotorverkeersregelaar één op één alle rollen van politieagenten te laten overnemen. De taken van politiemotoragenten bij een wielerkoers zijn best complex en vragen een lange en kostbare training. Maar ze zijn aan het kijken wat mogelijk is. De pilot wordt nu door de betrokken partijen vormgegeven en we moeten eerst de resultaten daarvan afwachten. En tot die tijd is het belang dat tussen de politie en de organisatoren gewoon afspraken worden gemaakt over wat wel en wat niet mogelijk is. En dat kan zeker met de beschikbaarheid van ook de politie natuurlijk tot spanningen leiden. Maar er wordt hard aan gewerkt, wilde ik daarmee maar zeggen. Dan de vraag van de heer Herema. Misschien is het handig in dit blokje om inderdaad per onderwerp, inderdaad, mevrouw Van Dijk. Ik hoor heel goed wat de minister zegt, maar wat betekent dat dan voor de koersen die daar echt in de problemen aanlopen? Kunnen die ergens terecht? Kunnen die geholpen worden? Als ze er niet uitkomen met de politie, kunnen we ze niet toch een duwtje de goede kant op geven? Want we zitten nu toch een beetje in een vacuüm, zo voelt het. Minister. Ja, dat probeer ik zo goed mogelijk. Hè. Dus ook de voorzitter van de KNWU heeft mij daar ook over gecontact. En dus vanuit de VBS proberen we dit project in ieder geval zo goed mogelijk te doen en daar steeds aandacht voor te vragen. En in principe kunnen de wielerwedstrijden natuurlijk zoveel mogelijk doorgaan. Maar de politie heeft ook een beschikbaarheidsprobleem in de uitvoering. Omdat er gewoon ook heel veel andere onderwerpen zijn waar ook deze motoragenten bij betrokken zijn en ook voor ingezet moeten
moeten worden. En het is natuurlijk voorstelbaar dat ook de minister van JNV een verantwoordelijkheid heeft om te kijken hoe dat zo goed mogelijk kan worden verdeeld. Maar ik heb daar bij haar ook aandacht voor gevraagd, omdat we echt het belang zien van deze mooie manier, laagdrempelige manier, om die wielerwedstrijden te organiseren. En ik hoop van harte dat die pilots ook echt iets gaan opleveren in dat opzicht, zodat we kunnen zorgen dat dat bijvoorbeeld door een gecertificeerde vrijwilliger gedaan kan worden. Dan toch nog een vraag van meneer Van Ispen en daarna van meneer Heerma. Meneer Van Ispen. Ja, voorzitter, de brief van december kennen we. En het is niet alleen op het ministerie al jaren bekend. Het is ook in de Kamer al jaren bekend. We hebben Kamermotie ingediend al in 2019, meen ik. 18 vragen gesteld, nog een keer een motie. En weer is dit probleem aan de hand. En dat is sowieso wel een terugkerend probleem op beleidsterrein sport. Maar even concreet hiermee. De beperkte capaciteit bij de politie is een bekend probleem. Komt ook niet uit de lucht vallen trouwens, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar die is erger geworden, want daar zou ik nog begrip voor kunnen hebben. Waar ik geen begrip voor heb, is dat aan de start van het wielerseizoen, vlak voor al die wedstrijden, dat er bij de politie de opleidingseisen zijn gewijzigd, zodat niet alleen C1 en C2 motorrijders die de hoogste opleiding hebben genoten, maar dat dat alleen nog maar door C2 motoragenten gedaan mag worden. Ja, dan wordt die pool natuurlijk een stuk kleiner. Dat maakt die nood groter dat ook burgermotorverkeerregelaars dat gaan doen, waar we dus al jaren om hebben gevraagd. Maar als dus de politie een eis aanscherpt, dan is er nu dus een acuut probleem. Dat wordt door de wielerunie, en ik geef ze daarin gelijk, gekenschetst als onbehoorlijk bestuur. Aan de start van het wielerseizoen de regels zo veranderen dat al die koersen acuut in de problemen zijn. Dat kun je niet maken richting de organisaties, alle wielerliefhebbers en al die wedstrijdwielrenners. En ik hoop niet dat de minister nou zegt, ja, maar ik ga niet over de politie en wat zij doen. Linksom of rechtsom, de Kamer heeft al jarenlang oplossingen op tafel gelegd. Pilots, wijziging wegen, verkeerswet. Wat is uw vraag, meneer Van Issel? Mijn vraag, die komt eraan, voorzitter. Namelijk dat als je de opleidingseisen aanscherpt en al die oplossingen die er al zijn vanuit de Kamer en vanuit de wielrenbond, dat de minister nu niet kan zeggen, ja, dat ligt op het bordje van een andere minister. Ik ga garanderen dat het wordt opgelost, want er zijn oplossingen zat. En dat is wat wij willen horen vandaag, dat de wielerkoersen dit jaar, maar ook volgend jaar, door kunnen gaan. Minister. Nou, de heer Van Ispen heeft in ieder geval gelijk dat ik inderdaad niet over de politie ga, maar dat is niet om het af te schuiven. Ik ga ervan uit dat die aanscherping van die opleidingseisen, dat daar een deugdelijke reden voor is. En ik ben hierover in gesprek. We zijn vanuit het ministerie volop over in gesprek, omdat we echt het probleem zien met het startende wielerseizoen. En de noodkreet echt gehoord hebben. Dus ik kan dat nu niet hier waar ik het, terwijl ik hier zit, oplossen. We zijn hierover in gesprek om te kijken of we dat kunnen. De vraag is wanneer er een terugkoppeling komt van de gesprekken die gevoerd worden. Ja, nou ja, daar lopen die gesprekken ook over. Dus ik kom daar zeer binnenkort op terug. Ik kan niet zeggen morgen. Ja. De minister geeft het antwoord wat zij geeft. En daar kan ik ook niks aan doen. Daar moet u het mee doen. U gaat er niet over uitkomen. Meneer Heerema heeft nog een vraag, volgens mij. Nee, voorzitter, dat was exact mijn vraag. Ik wilde ook weten wanneer er iets gebeurt. De vraag is, mag het concreter? Maar volgens mij, nou ja, ik ga het niet invullen. Ik ben daarover in gesprek. Daar kom ik op terug, zeer binnenkort. Maar ik kan niet nu zeggen, het is opgelost. Daar kan ik niet. Ik zie het probleem. Ik zie dat het ook een acuut probleem is voor de wielersport. Dus daarom ben ik erover in gesprek. En ik moet ook echt, dat moet ik echt met de collega van JNV doen. En we zijn aan het kijken van of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Dus daar kom ik zeer binnenkort op terug. Dank u wel. Mevrouw Van Dijk, een vraag? Ja, ik ga het toch proberen om het wel iets concreter te krijgen. Want u bent in gesprek en u kunt ons in ieder geval op de hoogte houden van de voortgang van de gesprekken, welke afspraken er worden gemaakt, zodat wij als Kamer wel echt vinger aan de pols kunnen houden. Want volgens mij is iedereen hier het erover eens dat dit gewoon niet lang kan wachten. Dank u, minister. Ja, dat bedoel ik ook met zeer binnenkort komen. Hou ik u op de hoogte van de voortgang daarvan. Dank u wel. Dan de andere antwoorden op de Varia-vragen. Ja, er waren nog een aantal vragen over de Russische sporters van de heer Heerema. Of zij geen visum meer kunnen krijgen om deel te nemen aan wedstrijden in Nederland. Het Schengen-visumbeleid valt onder de minister van Buitenlandse Zaken.
Iedere aanvraag wordt op zijn eigen merites beoordeeld, want dat is namelijk de Schengen visumcode. Spelers worden daarbij behandeld als ieder ander uit Rusland, want er zijn ook meer wetenschappers, maar ook mensen binnen commerciële bedrijven vanuit Rusland die hier al heel lang werken. En daar worden ze eigenlijk op dezelfde manier door buitenlandse zaken in behandeld. Dus iedereen wordt apart beoordeeld. Welke acties onderneemt Nederland en werkt de minister aan een kabinetsreactie als het gaat over de uitspraak van het IOC, was de vraag van mevrouw Van der Laan. Ik heb sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne samen met de internationale collega's meermaals uitgesproken over het uitsluiten van de Russische atleten en de landenteams. Het Nederlandse standpunt was en is nog steeds dat Rusland moet worden geweerd van internationale sportwedstrijden. En samen met gelijkgestemde landen volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen het blijven doen. Ik kom er zo nog op terug wat ik daar verder nog in onderneem op dit moment. Ook van mevrouw Van der Laan dat de Oekraïnse sporters boycotten de kwalificatietoernooien waar Russen wel aan meedoen. Het lastige is natuurlijk, voorzitter, dat die internationale sport autonoom is. Wanneer het IOC besluit om sporters onder bepaalde voorwaarden onder neutrale vlag wel toe te laten, dan heb ik in ieder geval geen juridische middelen om dat tegen te gaan. We zullen als kabinet wel blijven uitdragen dat Russische atleten moeten worden geweerd van de internationale sportwedstrijden. En we zijn in dialoog met andere landen. Heel concreet ben ik in dialoog met zowel de huidige voorzitter van de Sportraad met Zweden. Ik ga binnenkort ook naar Zweden toe. Hebben we ook nog een vervolggesprek daarover. En ik ben aan het kijken, en dat sluit eigenlijk aan bij de volgende vraag van mevrouw Van der Laan, hoe wij nou kunnen zorgen dat die Russische invloed in de sport, zoals bij de boksbond en bij de voetbalclubs, teruggedrongen kan worden. Het zijn overigens wel twee verschillende, van de boksbond en de voetbalclubs. En ik ben zeker daarvan op de hoogte. De Nederlandse Boksbond heeft besloten niet deel te nemen aan het WK vorige maand. En die keuze die steun ik ook. En wat betreft de voetbalclubs, Nederland draagt actief bij aan het EU-sanctiebeleid. En de individuen die op de sanctielijst staan kunnen niet naar de EU reizen en ook niet investeren in sportclubs. Maar we moeten daar heel alert op zijn. Nog even aansluitend erop ben ik natuurlijk ook internationaal binnen de EU bezig om ervoor te zorgen, maar ook nationaal in gesprek, ook met de KNVB en ook met NOC-NSF. Wat kunnen wij nou doen vanuit Nederland om in voldoende mate tegenwicht te bieden tegen deze inmenging in de sport? En wat betekent dat voor onze vertegenwoordiging ook in internationale organisaties als het gaat om de sport? Dus we zijn daar echt samen over aan het nadenken van hoe kunnen we dat nou het beste proactief tegengaan om ook op die manier te zorgen dat de evenementen aan de juiste partijen worden toegewezen. Maar ook steun zoeken voor het kunnen volhouden van dit beleid om ook zeker de Russische sporters uit te blijven sluiten. Dan de vraag over het gezamenlijk bid voor het WK vrouwenvoetbal. Dan denk ik dat het goed is dat we even teruggaan naar de Russische sporters, et cetera. Meneer Heerma? Ja, voorzitter, dank. Want ik merk dat de minister op een aantal onderdelen echt bezig is om te kijken hoe ver ze kan gaan daarin. Ik steun haar daar ook in, want ik ben een aantal weken geleden zelf in Kiev geweest. En misschien word ik er daardoor iets feller op. Maar ik vind echt oprecht dat sport en politiek op de meest afschuwelijke manier verweven is geraakt met elkaar. Met name door deze oorlog. Ja. Ik hoor dat de minister zegt, ja, we doen elke visumaanvraag voor elke Rus op dezelfde manier. Ik heb de minister van Buitenlandse Zaken al meerdere keren gevraagd, aangegeven dat ik in dit debat dit aan de orde zou stellen. En wat zijn mening zou zijn op het moment dat ik zou zeggen dat Russische sporters hier niet meer welkom zijn. Geldt overigens ook voor Russische bestuurders, want die zaten laatst bij Tialf aan tafel. Mag ook niet wat mij betreft. Als dit uw antwoord is dat alles op dezelfde manier behandeld wordt, dat is meer uitleg van de situatie nu, merk ik dat u geen stappen wil zetten om die Russische sporters te weren uit onze Nederlandse sportwereld. Dan zal dat geen andere consequentie kunnen hebben dan dat we daar met een motie bij moeten komen om ervoor te zorgen dat het wel gebeurt. Klopt dat? Minister. Nou, volgens mij probeer ik uit te leggen, voorzitter, dat ook de minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk gehouden is aan de afspraken die we daar ook over gemaakt hebben. In Schengenverband, dus die visumaanvragen, daar gaat hij over. Dat wil overigens niet zeggen dat we niet beide vinden dat we moeten proberen
zoveel mogelijk deze mensen te weren uit onze Nederlandse sportwereld. Dat is natuurlijk logisch. He, dus, maar de weg om dat via het visum te doen is een ingewikkelde, omdat je ook aan de Schengen-code vastzit. Maar dat ligt echt op het terrein van mijn collega, daar verwijs ik u toch echt naar. Want er zijn ook meerdere, nogmaals, meerdere Russen ook in Nederland werkzaam, ook al jaren, ook al voor dit conflict. Wetenschappers die met elkaar uitwisselen en dergelijke. Dus dat is gewoon breder dan alleen de sport. Wat ik in ieder geval continu uitdraag, en ook dat is echt een kabinetstandpunt, is dat wij het hele sanctiebeleid en ook het weren van Russen in de internationale sport, maar ook weerbaarder zijn als goedwillende en gelijkdenkende, gelijkgestemde landen voor deze inmenging, maar überhaupt ook andere inmenging, dat we daar ook over spreken met elkaar hoe we dat het beste kunnen doen. Dank u wel. Ja, voorzitter. Laatste vraag. Ja, zeker. Een laatste vraag. We zijn ook bij het laatste blokje. Als die visumroute zo moeilijk is, volgens mij kan je prima voor wetenschappers wel een visum goedkeuren en voor sporters niet. Maar dat zal ik dan aan de minister van Buitenlandse Zaken vragen. Schengen is volgens mij ruim voor de oorlog met elkaar afgesproken. Niet met de intentie van we gaan nog een keer een oorlog op ons continent krijgen. Dus ziet u dan kans om met uw collega van Buitenlandse Zaken en gelijkgestemde landen in het Schengengebied te kijken of die afspraken dan gezamenlijk opgepakt kunnen worden, dat we ze door het hele Schengengebied kunnen weren? Vierde voorzitter. Minister? Vierde voorzitter, aan de heer Heremaan. Alles wat we kunnen doen, denk ik, moeten we doen. Dus ik treed met mijn collega daarover in contact. Ik zal dat met hem bespreken. Is dat een goede toezegging? Maar dit is niet de Commissie Buitenlandse Zaken. Ik kan niet zeg maar, hier het visumbeleid bespreken. Want daar zit hij. Dat ligt echt op zijn verantwoordelijkheid. Maar ik zal dit met hem bespreken. Uw antwoord is het antwoord. Gaat u verder met de laatste vraag, alstublieft? De vraag van mevrouw Van der Laan of ik het gezamenlijk bid voor het WK Vrouwenvoetbal 2027 ondersteun. Ja, ik heb vandaag de brief getekend. Die komt naar u toe. Dan de vraag van mevrouw Van Dijk. Die is er niet, maar ik zal toch wel antwoorden. Het verminderen van de regeldruk, of ik het toetsen van de wetgeving, of ik verenigingen en hun zeg maar, belang daarin niet moet meenemen. Hoe het staat met de toezegging op haar motie daarover. Ik heb aangegeven tijdens het laatste wetgevingsdebat eind november dat er dus een verkennend onderzoek op dit moment loopt naar die aard en omvang van die ervaren regeldruk bij vrijwilligersorganisaties, bij de staatssecretaris. En in dit onderzoek zullen de opties ook worden gegeven over praktische oplossingsrichtingen. Ik heb al eerder gezegd dat ik die onderzoeken van het resultaat natuurlijk moet afwachten en dan moet kijken. Ik denk dat het wel belangrijk is, en dat kan ik zeker toezeggen, dat de nieuwe wetgeving die wij vervolgens weer met elkaar gaan maken, dat we die ook uiteraard toetsen weer op die regeldruk. Want dat is ook een belangrijke, dus, maar dat is ook al een gegeven. Even kijken. Daar heb ik ook al antwoord op gegeven. Was er nog een hele specifieke vraag van mevrouw Van der Laan over sporten in de buurt aan het aanpassen van het bouwbesluit? Ik had al uitgelegd dat ik met minister Van Vrouw ook kijk naar die leefomgeving. Ik heb weer volgens mij al antwoord opgegeven dat wat ik wel kan. Dat is namelijk dat we dus die gezondheidsdoelen echt meenemen in de plannen voor de ruimtelijke ordening. Ik zie daar ook wel echt een goede weg in. En echt veel meer vanuit die ruimtelijke ordeningskant ook te kijken naar de sportfaciliteiten. En bijvoorbeeld zo'n campusgedachte waar ik het over had. Dat je echt ruimte voor sport maakt, maar ook slim combineert. In het kader van het sportakkoord wordt al bekeken naar de richtlijnen die worden opgesteld om voldoende ruimte voor sport en bewegen te creëren. En in de akkoorden van het GALA en het WOZA, wonenondersteuning en zorg voor ouderen, zijn we daar ook mee bezig met die beweegvriendelijke leefomgeving. Maar dat is niet heel specifiek, zie ik nu in het antwoord het bouwbesluit. Dus ik neem hem eventjes mee zo in de pauze. Mevrouw Van Dijk vraagt vervolgens ook nog aandacht voor de medische zorg bij grote sportevenementen. Ook daar wordt een groot beroep gedaan op inzet van vrijwilligers.
Dat klopt. Als daar knelpunten worden ervaren, want het is echt een verantwoordelijkheid ook van die evenementenorganisatoren. Maar als zij knelpunten ervaren, dan kunnen ze melden bij het coördinatie- en informatiepunt topsportevenementen. En dan kunnen we samen met NOC, NSF en de Vereniging Sportgemeenten en ook het ministerie meedenken aan oplossingen. Maar bij ons zijn daar niet grootschalig knelpunten op dit moment in ieder geval bekend. Maar zij moeten zich dan vervolgens daarvoor melden. Dus ik, ja, waarvan nota? Ik heb hierbij ook, neem ik het even als thema mee. Dan de vraag van de heer Van Nispen over bewegen in de zorg. Dat dat belangrijk is en meer mogelijkheden moeten bieden om patiënten uit bed te halen. En wat de concrete acties en doelstellingen zijn. Ja, dat is heel erg belangrijk. En dat geldt zowel voordat ze in bed belanden in het ziekenhuis als daarna. De leefstijlcoalitie is gelanceerd daarvoor. En dat gaat heel erg over zeg maar bewegen in de behandelplannen van patiënten ook. Het better in, better out principe. Maar ook daarna, daar gebeurt veel. En binnen de Beweegalliantie wordt er veel aandacht besteed aan de setting zorg. Zo hebben we het ook genoemd. Er zijn drie settings. Zorg is er één. Om te kijken hoe we zorgprofessionals nog verder kunnen ondersteunen als het gaat om beweegmogelijkheden in de zorg. En bijvoorbeeld doorverwijzing naar sport- en beweegprofessionals. Ik ben daar zelf een enorm groot voorstander van. Ik heb echt de grote voordelen gezien ook in de ouderenzorg. Dat als mensen voldoende in beweging zijn, dan hebben ze gewoon direct cognitief, maar ook dus met hun bewustzijn, maar ook met hun hele welbevinden hebben ze daar gewoon baat bij. Dus ik denk, en dat is juist ook de reden geweest waarom we bewegen en sport en gezondheid ook in het hele Galenakkoord, ook aan die preventiekant, bij elkaar hebben gebracht. Ik was deze week op, als het even mag, voorzitter, excuses voor het lange antwoord, op werkbezoek bij een programma in Limburg over valpreventie. En daar zie je ook gewoon het belang dat mensen leren te vallen, dat gewoon een keer mee te maken, dan het motorisch geheugen hebben. Hoe gaat het als je valt? Dat op het moment dat ze onverhoopt toch vallen, ze eigenlijk beter terechtkomen. Nou, ook dat is een mooi voorbeeld. En dat gebeurde in een sporthal. En ook daar wordt gekeken waar kunnen ook de lokale sportverenigingen, bijvoorbeeld ook in de toekomst, dit soort cursussen en deze activiteiten verder mee ondersteunen. Dat vond ik echt een heel mooi voorbeeld. Op die manier komen de ouderen ook binnen een sportomgeving. Hadden daar al een koffieuur aan vastgeplakt zelf. Maar zijn ook weer in contact met die sportverenigingen. Ook dat is superbelangrijk natuurlijk. En helemaal mooi als ze betalende leden worden. Dan de vraag van de heer Van Nispen. Sport en bewegen voor mensen met een beperking is niet vanzelfsprekend. Daar heb ik al een paar dingen over gezegd. Hè. Ik ben heel erg bezig met die sporthulpmiddelenkant. Het afgelopen jaar heb ik in ieder geval geregeld dat er één loket is. En dat er structurele financiering ook voor dat loket is. En de volgende stap is om tot concrete afspraken te komen met de gemeente en de zorgverzekeraars. En ik informeer u eind van dit jaar over de voortgang en ook de bestuurlijk aanjager voor de gehandicapten en mensen met een beperking wereld. Guusje ter Horst neemt dit in haar aanpak mee. Dan de vraag van mevrouw Westerveld over het advies van de Nederlandse Sportraad. Misschien is het handig om dat nu die vraag van meneer Van Nispen te adresseren. Meneer Van Nispen? Dank, voorzitter. Die ging over dat laatste stukje, die sporthulpmiddelen. Kijk, mensen die sportdebatten volgen, die zullen denken, daar zijn ze weer. Maar dat